Goedemorgen, we zijn vandaag zaterdag en ik heb geslapen tot 8 uur en ik kan mij echt niet meer herinneren wanneer ik laat zo lang heb geslapen. Nee, echt niet, want ik moet niet werken vandaag, dus ik dacht ik ga ze slapen zonder wekker en ik heb gewoon geslapen tot 8 uur. What? Ik was wel al eens wakker geworden om 5 uur, want biologisch zit me. Maar daarna heb ik gewoon echt altijd een blok terug in slaap gevallen. Nu gaan veel mensen denken, wauw, wat een big deal. Je hebt te slapen tot 8 uur, maar ja, als ik meestal, als ik ga werken, slaap ik tot 5 uur 10 ten laatste. Afhankelijk of dat ik met mijn auto of met de fiets ga. Maar in het weekend slaap ik anders tot 6:30, 7 uur en nu tot 8. Ik heb nu net het stukje 5.3 halverwege afgewerkt, dus dat stond op de planning voor maand. Dus ik ben een beetje voor op mijn planning. Om een broodje te maken. Like, they can't look at themselves for 10 seconds in the mirror. En net kon je beelden zien van ik die verder mijn Lego set de Burrow bouw. Daarna heb ik 2 vlogs ingepland. TikTok gekeken. En dat is het ongeveer. Nu ga ik mijn laarzen aandoen. Ik ga in de tuin werken. Dat is stop maar regen. Dus dat lukt. Zelfgemaakt brood is klaar, dus ik kan eten. Smakelijk. Ik ben echt alles aan het vergeten vanavond. Nu mag ik terug naar beneden voor mijn boek. Ik heb mijn boek toch niet meer gaan halen, want ik had geen zin. Ik had een beetje lui. Ik ga gewoon voor onder de deken kruipen vanavond. En slaap. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Doedels!